Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video slash serie op het kanaal Squad Gamers. Mijn naam is Darwin en leuk dat je kijkt natuurlijk naar deze nieuwe video. Destiny 2 precies zijn. Ik zat te twijfelen om het spel op te nemen, ja of nee, omdat het spel niet echt heel populair is in Nederland. Zo, toen dacht ik juist bij mezelf, weet je wat, ja ik bedoel op YouTube dan, het is niet echt populair op YouTube in Nederland. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon doen, ik ga het gewoon uploaden. Zoals jullie zien heb ik hem al één keer uitgespeeld, het spel, met mijn Hunter. Dus werd het tijd voor een nieuw mannetje te maken. Dat wou ik gewoon doen met jullie samen. Dus vandaar dat ik nu ook Destiny 2 ga spelen. Nieuwe story. Great New Guardian. Let's go! We kunnen dus kiezen tussen een Titan, een Hunter en een Warlock. Hunter valt sowieso af. Want die heb ik al. Dat was het eerste mannetje waar ik het spel mee heb uitgespeeld. Dus nu hebben we alleen nog een Titan en een Warlock. En dat vind ik altijd een beetje een moeilijke keuze. Maar ik denk dat ik voor de Warlock ga. Dat is wel vet. Oké. En dan kan je het ras kiezen of je een mens wil zijn, een alien of een robot. Ik weet dat mijn Hunter een exo is, dat is een robot. Dus dat hoort hem dan niet. Dan kunnen we tussen een Awoken kiezen. Dan ben je een soort alien of zo. Of gewoon een mens. Dat kan ook nog. En dan kan je nog kiezen natuurlijk tussen een vrouw of een man. Ik denk dat ik gewoon een oude ook ga nemen. Ik doe eens gek. En dan gaan we gewoon even het gezicht uitkiezen. Even kijken wat we allemaal kunnen doen. Het ziet er een beetje uit dat je net zoveel eigenlijk kan doen in Destiny 1 met je poppetje. Het is niet heel veel veranderd. Dus even kijken wat voor kleur. Of gaan we ons gezicht doen? Een beetje blauw zo. Lijkt me wel leuk. Even de haar uitkiezen. We kunnen nog steeds niet de camera draaien. Ik wil eigenlijk kijken wat er gebeurt aan de zijkanten. Maar dat is... Dat kan dus niet. Een lelijke kapsel zeg. Dat is wel jammer. Nou, even gewoon een normaal kapsel zo eens even kijken hoor. Poeh. Kun je niet zo goed kiezen. Nou, weet je wat, ik kies gewoon deze. Hup, doei. En dan even het haar kiezen. Haarkleur, eigenlijk boeit het toch niks, want je hebt eigenlijk toch altijd een helemaal beetje, doe gewoon rood haar. En dan kan je nog tussen marking op je gezicht, een soort tatoeage kan je dan nog kiezen ofzo. Dus er zit er trouwens het leukst tussen. Dus even kijken. Niet echt moet ik zeggen. Nee, doe maar niet. Nou, dan gewoon finish, hupla. Het zal allemaal wel goed zijn, dan krijgen we volgens mij nu een filmpje te zien. Als het goed is, ja. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Kate, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set fiends telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations! Everyone with me! Hang on!
tower approach. This is City Hawk 723. Anyone home? No response on any channels, even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Oké, okay. Dan begint het spel, nu kan je dus echt spelen en zo. Dus gewoon even filmpjes die we even moesten zien. Wat ik wel trouwens wel jammer vind in die filmpjes is, wat je net zag toen ik in die schip zat die ik bestuurde, dat ik gewoon niet praatte. Gewoon, ja, lichamelijk contact probeerde te maken of zo. Dat ik met mijn lichaam of zo wat zei. Dat is wel jammer. In Destiny 1 is dat wel zo, dan praat je poppetje echt gewoon. Maar in Destiny 2 is dat niet zo. Ik heb zo te zien een handpistooltje. Oké. Okay. Zo tof. Wat er nu gebeurt is, eigenlijk is de tower aangevallen. In de tower was Destiny 1 een plek waar jij gewoon bij elkaar kon komen om te teamen of zo. Of om gear te krijgen, om gear in te leveren bij bepaalde... Wacht hoor. Nee. Oké. Okay. Om bijvoorbeeld... gewoon een social place. Gewoon om gewoon guardians gewoon bij elkaar te komen, zodat je gewoon kan afspreken en zo. En gewoon om wapens te kopen, om questen te halen en dergelijke, noem maar op. Alles was mogelijk in de tower. Maar het is nu gewoon aangevallen, het is nu gewoon één grote chaos door de Cabal. Want die wil de light afpakken van ons. Oh, we moeten deze kant op. Dus ja, en dat moeten wij proberen juist tegen te houden, want de Cabal zal blijkbaar de macht hebben. Dus ben echt benieuwd. Ik ga niet alles voor zeggen wat er allemaal gebeurt. We gaan gewoon lekker spelen en we zien het wel gewoon allemaal. Ik moet ook wel zeggen dat ik gewoon een aantal dingetjes gewoon weer vergeten ben. Gelukkig gewoon maar. Het is ook alweer een dagje of twee geleden dat ik het uit heb gespeeld. Ik zal ze oorlog geven, mijn vriend. Voor mij, zijn het allemaal zelf een wapens? Volgens mij wel. Oké. Okay. Nou, we hebben nu dus wapen. We hebben dus een energy wapen. Dus even kijken. We hebben dus een connected wapen. Een connected wapen is een wapen zonder burn. Wat hebben wij dus gekregen? We hebben toch twee dingen gekregen? Ben ik nou gek? Oh wacht. We hadden nog geen sidearm natuurlijk. Dus we hebben connected wapens. Dat zijn dus zonder burn. We hebben energy wapens. Daar zit een burn op. Dus zoals solar zit in dit geval. En we hebben void. En we hebben arc. Arc is een beetje blauw. Void is paars. En Solar is rood. Eigenlijk is Ark gewoon blauw. Ik zat even te twijfelen nou tussen paars, donkerblauw achter iets, maar het is gewoon blauw. Wat de bedoeling is met die burn. Sommige monsters hebben zeg maar een soort schild om hem heen. Een rode, een blauwe of een paarse. Als het bijvoorbeeld rood is, dan is het solar. Dan kan je gewoon best met een solar wapen op schieten, zodat hij goed sneller dood is. Als het een blauwe schild is, dan moet je met een Ark wapen schieten. En als het een paarse schild is, dan moet je gewoon met een void erop schieten, zodat hij gewoon sneller dood is. Dat is het eigenlijk. En dit is natuurlijk de power weapon. Dit is bijvoorbeeld een rocket launcher, shotgun, een sniper. En Destiny 1 zat trouwens je sniper, je shotgun en je sidearm hier zo. Sidearm is nog wel gebleven, maar je shotgun en je sniper, dat is dus nu naar je power weapon gegaan. Dat zit nu dus in dit vakje. Dus ja, maar ja, dat hebben wij nog niet. Ik weet ook niet precies meer wanneer ik kreeg, want maar iets later in het spel. Ja, voor mij een heel stuk verder in het spel. Maar ja, wij moeten nu dus gewoon Zavala vinden. Dus ja, we moeten eerst de kompas even afmaken. Jeetje, mensen hebben wel een hele grote chaos hiervan gemaakt. Alles is gewoon vernietigd hier, joh. Echt letterlijk en figuurlijk. Wat ik trouwens ook nog even bij wil zeggen. Misschien staat het geluid niet helemaal hard van de achtergrondgeluid van het spel. Misschien dat die filmpjes iets te zacht zijn. Ik zal dat eventjes dadelijk even bekijken. Dit is ook een beetje een testvideo. Even kijken of het geluid ook allemaal een beetje goed is en zo.
Maar alsnog, ik ga het gewoon uploaden, al is het niet helemaal goed. Dat is gewoon een lesje voor mij. Dan weet ik gewoon van de volgende keer. Dan moet ik gewoon even het geluid gewoon even wat harder zetten van het spel. Of misschien staat mijn microfoon ook wel iets harder. Dan moet ik die misschien ook wel een stuk zachter zetten. Dus dat wordt toch eventjes kijken dadelijk eventjes hoe ik dat ga doen. Dus dan moet ik dat eventjes goed even in de gaten houden als ik het dadelijk op YouTube ga uploaden. Maar ja, dat zien jullie dan wel. Ik haat deze monsters echt, die zo vliegen. Die blijven zo lang in de lucht. Ze doen ook nog eens super veel damage ook. Hier hebben we nog een kabal. De Red Legions. Hoorde deze ook was genoemd. Even kijken, hier loopt er ook weer een. Voor die kabals. De kabals vind ik altijd het sterkst in het spel. Dat heeft er gewoon te maken omdat ze gewoon echt super dikke kleding hebben. Ze zijn ook nog eens super lelijk. Joh. Moet je kijken. Gadverdamme. Maar in ieder geval, ze zijn ook nog eens super lelijk, maar ze zijn ook super sterk. In Destiny 1 werd het ook verteld door iemand in het spel. Ik weet even niet meer precies wie het zei. En die zei van dat de Cobalt de enigste monsters zijn in Destiny die trainen voor een oorlog. Dus vandaar dat ze altijd van die hele dikke kleding aan hem, dikke pantjes, gekke schilden en zo. Dus ja. Hier hebben we weer iemand. Allemaal kabals. Ik weet ook echt niet waar hun vandaan komen of zo. Boy, yo. Even een granaatje gooien. Oh, zo'n zin is maar super ready. Dan ga ik dadelijk even laten zien wat dat is. Ik zie daar allemaal blauwe dingetjes om me aan. Zijn dat vrienden? Oh. I don't want to be around when Amanda sees what happened to her tools. Die zijn allemaal dood. Oh, dit is in Destiny 1 zat hier aan Amanda. Dat is waar je schepen kon kopen en zo. Die zat dus hier. Wacht eens even. Dat wil ik even bekijken. Dit. Dat heb ik. Of zat dat hier zo? Het was hier, nee, volgens mij was het hier zo. Hier zo was Amanda en hier zo zat iemand waar je bounties vandaan kon halen. Volgens mij wapens en dergelijke ook. Oké. Okay. Tof. Maar ja, we gaan gewoon verder. Top. Het is wel leuk gedaan als ze dit nog een beetje in hebben gehouden. Oké, okay, dan moeten we hier dus naar rechts. Oké, mijn ghost keeps tagging these cabal as Red Legion. Cora, what do you got? They're elite. Ruthless. And rumor is they have never known defeat. Until today. Today they face guardians. But Zavala, they're attacking the Traveler. The Traveler waits. We protect our people at any cost. Oké. Okay. Ik probeer altijd even stil te zijn als die mensen praten. Ik heb ook voor de zekerheid nog even ondertiteling aangezet. Dat is ook altijd wel fijn. Zeg ik dit spel niet, maar in Destiny 1 heb ik echt heel veel gespeeld hoor, jongens en meisjes. Echt veel. Tot ze het echt een beetje verkloot hebben in dat spel. Bijvoorbeeld dat ze echt wapens echt heel sterk hadden gemaakt, shotguns nog sterker hadden gemaakt en dergelijke. Toen was het gewoon echt niet meer leuk. Toen was het gewoon echt alleen maar shotgun, wat je alleen maar zag, man. Alleen maar rennen in een map met een shotgun, meer zag je niet. Oké, we moeten volgens mij die Phantom Tower. Oké, okay, gaan we dat doen? Gaan we proberen in ieder geval. Ga je even helpen, Zavala? Of wat heb je trouwens in je nek? Oh. Wat gebeurt er? Wat, dit ook? Ik kan me dit even niet meer herinneren. Even kijken hoor. Ik kan me dit even niet meer herinneren wat er nou gebeurde. Maar volgens mij schiet je dan een raket of zo, een van die. Wat is dat? Wow. De Nova Bomb is maar super. Boom! Hopla. Het kan alleen als het balkje vol is. Dat wat je linksonder een beetje ziet. Zie je het balkje vol raken. Als dat balkje weer helemaal vol is, dan kan ik weer mijn super gebruiken. Dan kan ik weer zo'n bal schieten. Dus ja. Hoeveel enemies zijn er terwijl? Er zijn echt super veel. Oh nee. Zavala, help! Zavala? Dat is trouwens dit mannetje hier zo. Maar hij staat alleen maar met zijn rug tegen de muur. Oh kijk, er komt toch een andere gast die komt me helpen.
Dit is gewoon een online speler, die speelt het nu ook gewoon momenteel. Dat is wel echt tof gedaan. Ja. We moeten het gewoon blijven verdedigen. Hij zegt dat die schip wel later komt. Oké, okay. Nou, mooie salto trouwens ook, de bal. Oh, we moeten weer in zijn schil staan. Kijk, er komen weer allemaal van die raketten. Ik weet niet waar die dingen vandaan komen, maar ik denk van die schip daar zo. Oké. Oké, dus er komen nog meer van die cabals. Oké. Okay. Oh shit, ik heb geen kogels meer. Ik heb vandaag even kogels zien te vinden. Die groene dingetjes. Weet je, die groene pakketjes zijn voor je energy weapon. Die grijze pakketjes die soms ook die ik nu momenteel niet op de grond zie. Dat is voor je ja, gewoon je kinect weapon. Gewoon een wapen zonder burn, zeg maar. En de paarse zijn zeg maar voor je heavy, in dit geval je power weapons. Die hebben we nog niet. Dus die kunnen we volgens mij ook nog niet vinden. Kijk, dit grijze pakketje. Hier zo. Hey, ik heb een pistol ammo. Dit grijze pakketje is dan bijvoorbeeld van dit wapen. Dus voor je kinect wapen. Moet het even allemaal weten als je het voor de eerste keer speelt. Maar ik denk dat de meeste mensen dit wel, ja, wel eens hebben gespeeld. Maar toch, ik zeg het maar eventjes van de zekerheid. Oh, we kunnen door. Oké, we moeten door. We moeten nu hier naartoe. Reloaden. Gewoon de ding ook nog steeds heel droog schoonmaken. Gewoon alsof er niks aan de hand is. Moet hij nu open? Oh, maar dat zeg ik, kan hij, ja, kan hij zo open, toch? Of gaat hij nou niet open? Wow! De speaker is gone. De speaker is zeg maar de leider van de ja, dit heet dan de tower. De tower wordt aangevallen, dat was zeg maar gewoon de leider. De speaker is gewoon de leider van de tower. Zo. Ja, die is weg. Oké. Wow. Wat is er gaan, vriend? Oh. Oh, die kopaals zijn zo sterk, ik, echt waar. Wop. We blijven maar schieten, we blijven maar schieten. Wow, what the hell? Wow, yo. Ik dacht even, die ging even omhoog zitten, joh. Deze heeft een geel leven, die zijn weer wat sterker. Deze heeft dan volgens mij wel zo'n... Er zit wel zo'n solar schild aan. Ik zag het nou eigenlijk niet, 1, 2, 3. Maar dood zij. Doei. Ook dood. Ja, jij gaat sowieso dood. En doei. Oh, ik krijg voor mij weer een filmpje te zien. Oké, dus ik ben nu dus met haar in die schip, met Amanda. Zij verkocht dus nu een allemaal schip aan. Ik vind het wel tof dat ze nu haar ook wat meer shine hebben laten zien. Ik vind het wel tof. Ik vind haar wel een toffe character. Oké. Dus nu zitten we zeg maar in die Cobalse schip. Even kijken, wat een hel, joh. Disable the shields. Homecoming. Oké. Ze moeten de schilden uitzetten.
Kom maar op, jongens. Kom dan. Vind je het niet zo leuk dat ik in jullie basis achter iets zit? Ik weet niet of dit echt jullie basis is, maar... Ik ga even scannen, Ghost. Oké. Kunnen we door. Oké, dus de schildgenerator die zit dus ergens helemaal onderaan het schip. Goed om te weten. Zit maar in de begane grond of zo. Het is helemaal van onder. Oh! Kom op! Deze heeft echt een zieke raketding op zijn rug, joh. Ik weet niet wat dat is. Kijk, joh. Echt gek. Wat is dat? Oh! Wow! Hè? Ben ik eraf geslagen? Oké. Ik ben gewoon van de map afgeslagen, joh. Ik ga wat. Oké. Dat is vervelend. Kom op. Yes. Oké, dit keer sla je me niet hoor. Hier een teabag hier, alsjeblieft. Doei. Ik ga nu verder. We moeten deze kant op. Oké. Doe maar open hoor. Goed zo. Oh nee. Er zitten hier zoveel enemies. Echt veel enemies. Ga dood. Allemaal dood. Kom op. Oké. Oei, ik heb mijn zweef, joh. Jee. Oké, je stort nu al. Je gaat dood. Vind je alleen maar lekker, hoor. Oké, ik maak nu orbs. Dat staat er linksonder. Als je bijvoorbeeld met een team bent, dan kan je die orbs oppakken. Je maten met wie je bent. En dan komt je super sneller bij. Dus ja, dat is wel handig. Jeetje mini, joh. Met hoeveel zitten ze wel hier op die schip, joh? Hoeveel soldaten hebben ze wel? Dat is echt niet normaal. Hier, een bitchclap, alsjeblieft. Oh, die is jeetje mini, joh. Doe jij nou weer? Oh, nee. Ik wou naar de andere kast springen, maar dat ging weer helemaal mis, natuurlijk. Is jouw probleem? Ja, eet een granaat. Ah, oh, dit wapen is zo slap van dit van ver, man. Dat zie ik alweer. Die dichtbij is hier nog wel lekker. Oké, in ieder geval hier naar beneden. Oké, zit hier dus iets verderop. Zit dus de schildgenerator. Kom op. Oh, wacht, jeetje, mini, hoeveel enemies lopen hier wel, joh. Oké, reloaden maar. We schieten. Oh, weer zo sterke. Ja, gewoon hula. Heb ik gieren naar hem toe lopen. Wow. Ik heb ook een bitchclap. Oké, deze dingen moeten dus kapot. Wacht ze dat? Nope, we moeten naar beneden. Oh shit. Die zit echt heel dicht bij mij. Waarschijnlijk als je me aanwijkt, gewoon wijk in één keer dood. Hier hebben we er ook eentje. Oké, lopen. Hij zegt in ieder geval dat het werkt, dus dat is altijd wel handig. En deze moet ook kapot. Oké, en nu? Zavala?
Oh shit, er is iets met Zavala. Deze level trouwens, als je de beta had gespeeld, dat was ik helemaal vergeten te zeggen, dan heb je deze missie ook gespeeld. Dus was wel een leuke missie dit. Maar alleen als je hem al 3 keer hebt gespeeld is het een beetje... Ja, oh, we krijgen een filmpje. Is het een beetje saai. Maar we zijn er gewoon doorheen, nu begint het spel gewoon echt. Let's go! Filmpje, kom op. Mooi. Ik ben altijd een beetje bang dat hij nog vastloopt. Vast, zo'n zwart beeld ziet. Deserve the power you were given. I am Gaul, and your light is mine. Wow, geen respect, man. Geen respect. Maar ja, dat hebben al die slechteriken. Die hebben nooit respect. Tussen die twee. Kijk, nu begint het spel dus echt. In het beta was dit gewoon het einde. Dan ging je gewoon weer. Ja, dan kon je gewoon PvP of zo. Dan werd je naar de orbit gestuurd. En nu gaat het verder. Maar ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Dat gaan we zo zien. Een auto over, die rijdt ook 100 kilometer of zo door de domme wijk heen. Is allemaal normaal hier. Ik wist alleen niet of jullie dat hoorden, ja of nee. Ik hoop het niet. The last city 2 days after the attack. Oké. Maar dit ga ik doen in de volgende video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Beloon deze video dan zeker weten met een like. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En ik hoop jullie weer allemaal te zien in de volgende video. En laat ook gelijk even weten of het geluid goed is op de achtergrond en zo. Dus ja. Ja, dan zeg ik nog alleen maar laters. En bedankt voor het kijken.